Ik ben Herman Dirksen en ik ben net afgestudeerd als natuurgids bij de IVN in Assen. En die opleiding ben ik gevolgd omdat ik altijd een hart voor de natuur had. De Elperstroom is een beekdalreservaat dat op de westelijke helft van de Hondsrug ligt. Het is samen met de Drentse Aa een van de meest ongeschonden beekdallandschappen in Nederland. Dirksen was hier vaak te vinden tijdens de natuurgidsenopleiding. Dit was namelijk zijn onderzoeksgebied. Dit gebied is een mooie plek waar ik kan opladen en me kan verbazen over de diversiteit van de natuur en de wisselingen van de seizoenen. En dat geeft wel power. Die opleiding doe je vaak toch wel eerst voor jezelf, want het is gewoon leuk en je bent geïnteresseerd in het onderwerp. Maar anderzijds een hele goede manier om ook dat over te brengen naar andere mensen, om het natuurvonkje over te dragen aan de volgende generatie. In het gebied van het Elperstroompje heeft Dirksen een mooie vondst gedaan. Een omgevallen boom met mogelijke bewoners. Het aardige hier is dat er een van die mooie bomen omgevallen is. En die hebben een hele plak grond met zich meegenomen. En daar zit een klein kolonietje in van oeverzwaluwen. Het is aardig om te zien. Die oeverzwaluwen zoeken een plek die heel steil is om te voorkomen dat rovers in hun nesten komen. En deze omgevallen boom, die is een meter of 3-4 hoog, die biedt dat plekje. Er zit genoeg aarde achter waar ze dan de gangen in kunnen maken en nestjes in kunnen maken. Dus dat is een leuk plekje. De natuurgidsenopleiding afgerond. Een prachtig instrument om mensen mee te nemen in de natuur en het altijd het mooiste te laten zien. Maar wel van belang dat we met z'n allen zuinig zijn op deze natuur. Te denken aan klimaatverandering, zodat we nog heel lang kunnen genieten van al het moois. Tot ziens in de natuur.